superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Star-serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikken-presentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Manuel Broekman het item terug, waarin hij op date gaat met een 52-jarige cougar. En die date is natuurlijk niet compleet zonder een goede zoen. Ik ga nu een nieuw filmpje kijken van vroeger. Het is echt al een tijdje geleden. Dus ik ben benieuwd wat het nu weer gaat worden. Het was een lijpe tijd trouwens hoor, die spuiten en slikken. Ik was what the fuck, ik was 24 of zo. Er zijn veel internationaal bekende cougars. Cougar zijn is hot, hip en happening. Maar ook op eigen bodem zie je dat steeds meer bij NS kiezen voor jonge goden. De leeftijdsverschillen liegen er niet om. Manuel kan een cougar herkennen, is een iets oudere, rijpere vrouw. Ik vind het ook mooi dat de seksuoloog zelf ook een beetje een cougar-vibeje heeft. De cougar is heel erg in opkomst. Ik zie het ook in mijn eigen vriendenkring, maar ik zie het ook in mijn eigen praktijk. Dat het helemaal niet meer raar is zoals het vroeger was als een vrouw wat ouder was en een man wat jonger. Er komen namelijk steeds meer datingsites voor cougars. De ideale plek om elkaar te ontmoeten. Ik heb hier straks afgesproken met een cougar van 52 jaar. Ja, maar voordat ik dat ga doen heb ik afgesproken met een toyboy. Hopelijk gaat hij me vertellen wat er zo leuk en geinig en geil is aan een oudere vrouw. Hier is hij dan, onze 23-jarige toyboy, Jeffrey. Nou, vertel, waarom val je eigenlijk op oudere vrouwen? Nou, oudere vrouwen die hebben zichzelf gevonden, weet je. Die zijn tevreden met zichzelf, die zijn wat seksueler. Maar waarom niet een jonge meid? Ik bedoel, het is toch meer rimpelig en door iets afgezakter allemaal? Ik vind dat juist wel wat vrouwelijker, weet je. In plaats van dat strakke, geplomuurde, vrouwelijke vind ik wel wat hebben. Jij bent dus een echte oude vrouwhunter. Ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Jij bent dus echt een oude vrouwenhunter. Wat een aparte vraag. Ja, ik had natuurlijk ook een regisseur die dan zei van dit moet je even vragen. Maar nee, ik neem zelf de verantwoordelijkheid hoor voor de acties en de vragen. Maar je bent ook gewoon een goede, lekkere oude vrouwenhunter. Dat is wel top. Ze kan elk moment binnenkomen. Ja, best spannend. Ik heb nog nooit een oudere vrouw gedate, dus... Ik zie echt voor me een Gooise dame, blond haar, grote siliconen. Maar het kan ook anders lopen, wie weet. In mijn hoofd herinner ik me nog wel dat ik echt dacht dat het een beetje meer een pornoster zou zijn. Of een soort Kim Holland type. Maar het was een heel ander soort type, waardoor ook het item natuurlijk ook een andere draai gaf. Want ik was helemaal niet seksueel aangetrokken. Ik had niet die klik. Maar wel een super lieve vrouw was het, dat zie je wel. Hallo. Hallo, Manuel. Hoe kom je in godsnaam aan die jongens? Het is niet zo moeilijk. Als je op een internetsite gaat zitten, dan krijg ik heel vaak... Bieden jonge jongens zich aan? Bieden zich aan. En wat vind je van mij? Wat is je eerste indruk? Lekker ding. Ja? Zeker weten. Goed werk, high five. High five? Gast, je geeft geen high five op een date. Maar nu is er natuurlijk de vraag, wat vinden mensen ervan? Van een jonge jongen met een oudere vrouw. Dit was ik vergeten. Oudere vrouwen vallen denk ik op jongere mannen, omdat ze ook heel viriel zijn, er mooi uitzien. Vroeger was je toch boven de 40 min of meer klaar met je leven en klaar met de seks. En tegenwoordig begint het pas. Dit is zo'n heel bizar om mijzelf te zien. Dit ben ik gewoon niet meer voor mijn gevoel. Een hele rare jongen eigenlijk. Maar ook Fiona helemaal happy. We gaan gewoon lekker op pad met elkaar. Ben je zitten? Heb jij het fijn met mij? Jij wilt rode wijn, toch? Nou, lieveling. Proost. It's for the way you look at me. Oh, it's for the... Fiona, ik moet heel even naar het toilet. Ik ben over 1 minuutje terug. Oké. Zo. It's very, very... Ik heb dus een gezellige dag met die vrouw gehad. En voor de rest is alles echt superleuk gegaan. Behalve dat ik me voor heb genomen om echt een cougar te ervaren, is om haar ook een kus te geven. Gemist? Zeker. Proost, meis. Ja, ik vond het echt... super gezellig. Ja. En ik dacht van
Misschien om het mooi af te sluiten. Is het misschien een mooie zoen. Wauw, wat lekker. Ja. Dankjewel voor de mooie dag. Ja, soms heb ik dan wel dat, dan wil ik dat gewoon even, wil ik dat ervaren. Dat zou ik niet doen in het echte leven. Maar ik dacht wel van, ja, ik vind deze situatie, moet het wel even afmaken. Ook, weet je, voor deze dag om even een kusje te leggen. Die kus was wel afgesproken volgens mij met mijn regisseur. Van, hey, doe dat wel, weet je. Dat is wel... Dus zij weet dat volgens mij. Zij wist dat niet. Zij wist het niet. Het is gewoon heel ongemakkelijk. Je bent in die seksuele spanning, want je bent eigenlijk een soort date aan het nabootsen. Ik bedoel, in die tijd had ik ook een vriendinnetje. Dus ja, echt zo helemaal erin. Maar je wilt wel televisie maken, je wilt er wel induiken. Je wilt wel die spanning opzoeken van hoe ver kan je gaan. Maar dat is natuurlijk, met haar werd het eerder meer een beetje een grapje. In een grapvorm dan dat er echt die spanning opgezocht kan worden. Want ja, ik was niet aangetrokken tot er...